Ja, dat is mooi. Spelende kinderen was het eerste wat we zagen. Eigen gemaakte speelgoed is minstens zo leuk. Er was ook een school met meer dan 200 leerlingen, wezen en kinderen uit één oudergezin. Kleren met gaten, geen boeken, geen schriften, geen pennen en de leerkrachten waren onbetaald. Daar gingen wij naartoe. Eén maaltijd per dag op school. Drie lokalen van 3x3 meter en een kantoor van 3x3. Twee wc's en een water. De stichting kocht deze oude school en geeft het gebouw wat u nu ziet huurvrij aan hun om dit jaar daar de school in te vestigen. Dit is het kantoor. En al het lesmateriaal. En dit is onze contactpersoon. En ondanks de armoede, toch met één balletje veel plezier. Dit is een korte les in een van de lokalen van 3x3 meter. Wij willen graag met uw hulp deze 200 arme kinderen een toekomst geven. En ik maak hun duidelijk dat er eigenlijk geen verschil is. Zelfs onze witheid bevindt zich van binnen en buiten. Uiteindelijk zijn we allemaal gelijk. Accepteer elkaar dan ook en geef. Wij hebben geen opname gemaakt in de hospice omdat dat schokkend was. Maar om doodzieke mensen een menswaardig einde te geven, is dat ons eerste project. Zo ontworpen dat het met een minimum aan verplegend personeel, energie-neutraal en geheel self-supporting kan functioneren. Al het geld gaat rechtstreeks naar de projecten onder ons toezicht. En de projecten worden uitgevoerd met het bisdom en de lokale bevolking. Dit is het nieuwe gebouw.